Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. En veel plezier met de weekendvlog. Goedemorgen, ik word dus net wakker. En ik heb echt heel erg veel buikpijn. Dus dat is niet zo leuk. Maar ik ga me zo lekker omkleden. Fluffy ligt lekker te slapen. Ik heb me even omgekleed voor vrijwilligerswerk. En maar even gedaan. Great. Oh, deze dame ligt echt super lekker. Ik ben echt blij met mijn haar. Echt niet normaal. Ik ga het vanavond een beetje stylen, denk ik. En ik moet vandaag even geld gaan pinnen. Dus dat is het plan voor vandaag. En ik ga even de video editen, want dat is ook even nodig. En die wil ik zeg maar zondag online gaan zetten. En deze weekendvlog dan maandag, dinsdag of woensdag. Dus ja, dat is het plannetje voor nu. Ik heb me omgekleed en ik mag nu naar de fysio toe. Dus ik ben even aan het klaarmaken. Het is nu 10 voor, dus even snel mijn schoenen aandoen en dan kunnen we gaan. Ik heb gewoon even, zoals gisteren aangetrokken, was even makkelijk. Vanmiddag lekker hier mijn kamertje opruimen, heerlijk. Ook heel veel zin natuurlijk. Not, maar dat maakt niet uit. We gaan het even doen. Ja. Heel erg veel buikpijn. Ik doe even dat mijn cowboy laarsjes erbij aan. Is gewoon top. Dus dat doen we ook het verkeerde aan. Lol. Maar mijn haar is ook echt heel leuk. Ik heb het gisteren lekker gewassen. Dus dat hoef ik vanavond niet te doen. En het wordt gewoon denk ik een lekker lang weekend vlogje. Mijn kamer is nu op dit moment echt een zootje. Maar dat ga ik lekker opruimen. Ik moet zo de bus gaan pakken. Dus ik ga even snel nog de dingen doen die ik moet doen. En dan let's go. Ik ben weer terug. Yeah. Mijn haar is... Ik heb een soort van gesteld ofzo. Even iets anders. Hoi, ik ga jullie nog even een uitleg geven wat er in het ziekenhuis is gezegd. Wat ik jullie nog beloofd. En ik ben echt zo blij met mijn haar. Dat is echt niet normaal. Ik heb het lekker hier een beetje opgeruimd. Dus dat is ook heel erg fijn. Oké, hoi. Ik moet jullie nog wat uitleggen. Ik ben gisteren had ik muziek gemeld omdat ik me niet lekker voelde. En ik had toevallig ook die dag een afspraak in het ziekenhuis. En daar kwam uit dat ik een vertraagde maag heb. Maagverlamming, gasopresie heet het. Je hebt er verschillende namen voor. Dat betekent dat je maag trager werkt dan een gemiddelde maag. Dat alles wat veel langzamer verwerkt. En sommige stukken gaan er gewoon niet uit. Zeg maar, dan zijn het te grote stukken. Waardoor vloeibaar gewoon veel beter gaat. Daarom drink ik ook nutri-drankjes. Eet ik meer kwark. Eet ik meer soepen. Ik probeer wel pasta te eten. Maar dan heb ik gewoon heel dag buikpijn. Ik zal ook heel even de klachten hierover vertellen. Misselijkheid, braken. Heel erg veel buikpijn. Opgezette buik. Dat het gevoel dat het blijft hangen en je kan ook een benauwdachtig gevoel krijgen terwijl je eigenlijk niet benauwd bent. Die dingen eigenlijk. Dus het is niet heel fijn, maar ik ben gewoon blij dat ik weet wat het is. Dus dat is eigenlijk topnieuws. Morgen is ook een hele leuke dag voor mij. Want ik ga een keertje weer bij papa logeren. Super gezellig.
als eerste heb ik in de ochtend bij Solwijk een privélesje. En dan zondag heb ik een lesje op de rechterweide. Echt mega veel zin in. En dan maandag misschien hier weer les. Maar ik weet niet of dat doorgaat. En in ieder geval deze ga ik weer lekker fitnessen. Dus, en dan begint de week gewoon weer lekker opnieuw. Dus dat zijn mijn plannen. Ik heb er echt wel heel veel zin in. Maar nu ga ik even kleding leggen wat ik morgenmiddag ga aandoen. Mijn partykleding heb ik dus al neergelegd. Helemaal prima. Dus nu ga ik even de andere pakken. Nu bijna 9 uur. Ik ga even een kwartiertje weg. Dus ik ga even mijn schoenen en zo aandoen. En ja, ik heb er zin in. Dus dat is helemaal fijn. Ik heb even een mondkapje gepakt voor de bus. En ja, ik ga gewoon even naar de bus. Anders ben ik bang dat ik helemaal niet meer ga. Grapje natuurlijk. Het was zeg maar best onverwacht dat ik naar mijn vader ging. En wel, ik wist een paar dagen van tevoren, maar ik had al die les geboekt. Dus dat ga ik dus niet afzeggen. Dus dan ga ik gewoon maar wat later naar mijn vader toe. En nee, neem ik mijn iPadje mee. Dus dat is weer helemaal top. Dus nu ga ik me even helemaal klaarmaken. Dit is de outfit of today. Ik heb nu... Hoi, ik ben weer thuis. En ik heb mijn spiegel even zo neergezet. Vond ik even handig. Maar dit heb ik aan, deze outfitje. Echt mega leuk. En dit pak heb ik dus van mijn moeder gekregen. En dan heb ik ook cowboy laarsjes erbij aan. Helemaal leuk. Ik heb mijn tas ook al ingepakt. Want ik ga met mijn vader slapen. En morgen een paard ga ik op de rechter rijden. Dus helemaal zin in. Deel mee. En mijn tandenborstel, want die vergeet ik altijd. Dus die gaan we ook even pakken. We gaan lekker voor de lichtblauwe. De lichtblauw is leuk. Ik heb mijn mondkapje alvast opgedaan. En ik ga daar lekker de bus pakken. En ja, de rest van mijn kamer ga ik gewoon een lekker zondag schoonmaken. Ja. Laat me los. We zijn nu lekker met het gezin buiten aan het wandelen. Gezellig. Helemaal gezellig. Pa. Domme Robin. Domme Robin. Niet leuk, hè? Wat? Waar gaan we naartoe? Speeltuin. Hebben we er een beetje zin in? Ja. Dat is belangrijk. Let's go. We gaan zo weer lekker teruglopen. En ik zit al boven de 10.000 stappen. Het is echt leuk om even te wandelen. Lekker gezellig met mijn vader en mijn zusje. Dus helemaal gezellig. Ja, Jim. Morgen wordt ook weer een leuke dag. Alleen maar leuke dagen. En ik ga lekker in mijn dragen. Het staat echt super leuk in mijn haar zo. Dus dat is weer helemaal top. En ik ga jullie ook een beetje laten zien wat ik eet aan mijn ouders. Helemaal leuk. Ik ben terug van wandelen. En ik heb echt koud. Ze hebben nog poes in zijn bank. Okay, het is echt heel erg gezellig bij mijn vader. Maar het is ook tijd om te gaan slapen in mijn eigen kamer. Dus dit is trouwens echt lang geleden dat jullie dit hebben gezien volgens mij. Toen vocht ik zelfs al. Dus dat is echt mega grappig. Ik heb heel veel last van mijn buik. Dus ik ga lekker slapen. Want morgen wordt weer een druk dagje. Maar ook wel een heel leuk dag. Dus daar heb ik ook weer heel veel zin in. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. Nu ga ik lekker slapen. Good night.
Goedemorgen allemaal. Het is op dit moment is het 6:09. Over minder dan een uur gaan we naar de manege doen. Dus ik ga me zo gewoon lekker even omkleden. En weet ik het. Maar eerst ga ik even mijn zusje kijken of ze al wakker zijn. Even plaagtijd. Maar goedemorgen. Het is vandaag zondag 9:15 bijna. Wat ik vandaag ga doen is, ik ga paardrijden. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag en het is bijna 9:15. Dat betekent uit mijn bed, want 10:00 gaan we naar de stal toe. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben echt al heel lang niet op die stal geweest. Dus dat is super gezellig natuurlijk. En ja, Jess komt er ook heen. Die komt daar naar mijn les kijken. Echt super leuk. Gezellig allemaal. Dus dat is de planning. Dus ja, let's go. Ik ga me nu gewoon alvast omkleden. En voor de rest, I don't know wat ik ga doen. Lekker paard ga je vandaag. En voor de rest heb ik nog niet echt plannen. Dus ja. Ik ben nu in mijn zusjes kamer. Dus ik ga even mijn outfit laten zien. Mijn paardrijbroek is van Harry Horse. En dan dit t-shirtje dat ik van Jess gekregen. Maar ik vond het al leuk om zo te gaan paardrijden in een leuk, chic outfitje. Maar ik doe er nog een Adidas shirtje overheen. Anders denk ik echt dat ik uit als je maar erin gaat komen met rijden. En als ik het wel heb, kan ik mijn vestje ook nog uitdoen. Maar die ligt beneden. Dus dan weten jullie dat. Ik ga even mijn bed opmaken, mijn spullen bij elkaar pakken, alles in mijn tas doen. Want we gaan over ongeveer 3/4 uurtje weg. Dus ik heb er echt heel veel zin in. En ik ben wel blij dat ik juist naar mijn les kon kijken. Eindelijk. Dus dat is allemaal, er zijn allemaal alleen maar leuke dingen. Echt fijn. Het is nu 10:15 en ik ga een spelletje spelen op mijn iPad. En dan wil ik mijn vriendje hebben. Yes. Helemaal zin in. Ik mag lekker op study. Ik ben Sean nu aan het opstaan. En mijn vriend is er zo, dus dat betekent dat hij lekker gaat filmen. Jammer.
wel. Mag Rosita al komen? Ja hoor. Ja. Rolf! Je mag komen. Je mag komen. Even wachten tot mijn bed moet zijn. Meid! Ik heb echt heerlijk gereden op Star. Dat hebben jullie denk ik ook al gezien. En de les ging eigenlijk heel erg goed. Oh, ja, Misty. Ja, je bent er eindelijk. Lieverd. Lieverd ben je. Ja. En jullie hadden eigenlijk weer een meneesje vlog een keertje in mijn vlog. Dat was echt heel lang geleden. Doei Star. Knuppelpony. De les ging echt super goed. Ik heb ook nog zonder zalen gegrapeerd. Omdat Star super braaf was. Ze deed echt helemaal niks. Dit was echt een toples. Mijn gezicht is echt helemaal rood. Wat nu gedaan is, we gaan even boodschappen doen. Wow, mijn gezicht is echt knal en knalrood. Maar oké, ik heb genoeg gebabbeld. We gaan weer verder. Oké, hoi, ik ben weer thuis. We zijn wezen eten bij Jesse's ouders. Dat was echt heel erg gezellig. En nu ben ik weer lekker thuis. En ik had de 200 abonnees gehaald. Hier ben ik zo blij en dankbaar voor. Dat ik een hele leuke special dinges wil gaan maken. Dus ik moet even kijken wat ik voor video ga maken natuurlijk. Maar ik denk dat het een hele leuke video gaat worden. Zo ligt ze. Vet cute. En ik ga lekker even tekenen. Dus dat vind ik helemaal leuk. Dus dat is de planning voor nu. En ja, dat is de plan. Ik ga dan ook even in mijn eetdagboekje schrijven. Ik heb vannacht al 2 keer overgegeven. Gisteren had ik dus niet overgegeven. Maar vandaag wel. Dus dat is niet zo best. Dus ik moet weer even een boekje schrijven dat ik dat gedaan heb. Mijn lichaam kan op dit moment denk ik gewoon niet veel aan. Dus ook met iemand had probleempjes. En ik word er gewoon helemaal van. Dus ik heb gewoon lekker de tijd voor mezelf. Een lieve vriend die me steunt en helpt. Dus dat is weer helemaal top. En mijn ouders die me ondersteunen. Maar nu ga ik lekker even GTSD kijken. En daarbij ga ik gewoon lekker voor tekenen. Dus helemaal fijn dit.
Ik denk dat dit weekendvlogje leuker wordt dan normaal. Dat denk ik echt. Een vanandersje en GTSD opzetten. Dat is toch een top combinatie. Vind ik ook. Ik heb echt heel erg veel buikpijn. Dat is gewoon niet te omschrijven hoeveel pijn ik heb. Maar ik ga lekker in bed liggen. Het is echt. Ik heb morgenochtend lekker vroeg de wekker staan. Zodat ik er vroeg uit kan. Gewoon even tijd voor mezelf. Als ik nog heel erg moe ben, stel ik het een half uurtje uit. Maar daarna gaan we echt opstaan. Yes, we gaan kijken of het lukt. Dat is nog altijd de vraag. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik ben even aan het feesten. Dat vind ik even leuk om te doen. Dus ja. Ik lig nu lekker in bed. En ik ga hier even chillen. En dan ga ik zo slapen. Want het is alweer 10:08. En ik heb eigenlijk heel de avond lopen tekenen. De tijd gaat nu echt heel snel zo. Maar ik moet echt even liggen op tijd gaan slapen. Ik ben een avondje weer super laat naar bed geweest. En ik ben gelijk weer klaar wakker. 'S avonds. Dus dit is niet echt de bedoeling. Dus nu ga ik gewoon lekker proberen te slapen. Dus good night. Verder heb ik echt een hele leuke dag gehad. Naast buikpijn die ik nu in mijn buik heb. En ik ben nog steeds echt super blij met mijn haar. Echt love it. Het groeit echt als het groeit eigenlijk best wel snel. Maar oké. Het was gewoon een super leuke dag. Gewoon, ik heb heel veel plezier gehad en zo. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus het was een topdag. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En ik zie jullie gewoon weer bij de volgende video. Doei doeg!